Ik heb een soort pony of zo. Volgens mij zit er een worm in me die alles opeet. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 8 januari. Februari. Ik ben nog steeds aan het slapen in mijn hoofd. Het is 6:15. Ik heb mezelf al opgemaakt en mijn kleding aangedaan. Verder heb ik nog niks met mijn haar gedaan, want het is nog half nat. Ik heb een hele slechte nacht achter de rug. Want Tycho, die heeft dus last van hoesten. En het wordt alleen maar erger. En hij kan er helemaal niks aan doen, dat weet ik. Maar hij heeft letterlijk de hele nacht keihard gehoest. Op een gegeven moment was ik zo chagrijnig omdat ik gewoon niet kon slapen. Ik heb sowieso altijd heel veel moeite met in slaap komen. Toen was het dus 4 uur. En toen lag ik nog klaar wakker. En toen werd ik echt helemaal lijp. Dus toen heb ik snoepjes gepakt. En ik zeg, Tycho, je gaat me op die snoepjes zuigen. Want ik trek dit niet. Dus ik heb echt heel erg slecht geslapen. En je ziet het misschien niet. Ik heb echt een laag make-up op. Maar goed, ik ben echt kapot. En dan moet ik ook nog eens de hele dag stage lopen. Ik ben dus heel laat ook pas weer thuis. Dus ik ben echt heel erg toe aan weekend. Ik hou het echt niet vol. Ik ga even in de koelkast kijken wat er ligt. En dan ga ik even ontbijt voor mezelf klaarmaken. Om 7 uur moet ik weer in de bus zitten. Doe in ieder geval je duimpje omhoog als je me succes wenst vandaag. En dan wens ik je veel kijkplezier. Ik ben bezig met mijn ontbijt. Het is geworden Brinta. En dat is dus met halfvolle melk. En met pindakaasstukjes erdoorheen heb ik zelf gedaan, want dat voedt wat meer. Ik laat het nog even warm worden en dan ga ik het opeten. Zo, mijn ontbijt is klaar. Dus ik ben aan het eten. Ik heb trouwens vandaag dit aan. Dit is een jurkje, een truijurk van Chiquelle. Jullie zien het vanmiddag vast beter. Dit is mijn scrunchie. Ik wil terug naar mijn bed. Het is bijna 7:45 en ik ben weer vlakbij mijn stage. Ik moet nog een minuut lopen of zo. Maar ik wilde even aan jullie laten zien wat ik mee heb voor eten. Als eerste heb ik yoghurt. Het is milde halfvol yoghurt. En ik heb rosbief mee. Maar er was geen brood en ook geen crackers. Dus in mijn pauze ga ik eventjes crackers kopen. En dan doe ik dat er dus op. Maar het is echt vies weer. Dus ik ga nu snel lopen naar mijn stage. En ik denk dat ik even mijn haar ga feunen. En misschien ga ik het ook laten zien. En misschien ook stylen trouwens. Anders krijg ik misschien een commentaar. Dat is mijn haar. Dat moet ik doen. Oh jezus. Bizar veel wind. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. En ik sta buiten, want ik heb nu pauze. Dus ik ga even naar de supermarkt wat crackers halen. Ik had zelf wel wat rosbief mee. Had ik ook aan jullie laten zien. Maar het is echt mega druk. Daarom heb ik ook niks gefilmd. Ik heb heel veel al gewassen en schoongemaakt. En kopjes in de vaatwasser gezet. En handdoeken gevouwen. Nou, jullie weten dat hele riegeltje wel. Ik moet alleen echt even goede handcreme gaan kopen. Want mijn handen zijn zo droog. Er zitten ook allemaal scheurtjes in. Ik heb nu een goedkope handcreme. Maar hij werkt niet zo goed. Maar ik had van een collega gehoord welke ik moet kopen. Dus dat ga ik dan even doen. Maar ik ga nu even naar de supermarkt. Want anders is mijn pauze straks erbij. En ik wil wel gaan eten. Ik sta in de supermarkt. En ik ga frambozen kopen voor in mijn yoghurt. En deze crackers verkoren. Dat is goed voor je. Dus ik ga dit nu afrekenen en daarna lekker eten. Het is 5 uur en ik ben eindelijk klaar met werken. En er staat zoveel wind. Het lijkt wel of ik in de jungle zit. Of waar waait het hard nou? Dit is in ieder geval echt niet normaal. In ieder geval, het was echt zo ongelooflijk druk vandaag. Tot nu toe echt de drukste dag die ik heb meegemaakt. Dus, het was chaos. Maar echt chaos. Op een gegeven moment liep ik zo te rennen. Ik deed 10.000 dingen tegelijk. Maar ik mag niet zeiken, maar ik ga toch wat zeuren. Want ik heb zulke zere voeten, jongens. Oh, ik ben nu aan het lopen, maar ik loop heel slow. Want ik kom bijna niet meer vooruit. Ik wil echt mijn bed in. Gewoon nu. Per direct. Kijk, ik heb een soort pony of zo. Ik pak zo de metro en dan ga ik weer richting Dinteloord waar Tycho woont. En dan ga ik eerst naar zijn vader. Ga ik avond eten. Het restje wat er nog is.
En dan moet ik mijn spullen weer pakken en weer naar zijn moeder. Echt een pakezel ben ik. Het is 6:55 en ik ben bij Zuidplein. En de bus reed letterlijk voor mijn neus weg. Dus ik moet nu meer dan een half uur wachten. Dus ik ga even editen hier op mijn bankje. Verkeerde houding, alles. Maar ik weet niet wat ik anders moet. Want ik heb echt geen zin om hier een rondje te lopen. Want ik ben blij dat ik even zit. Dus ik ga nu even editen, zover het kan. De laptop is namelijk 25%. Dit is hoe ik erbij zit. En ik zit recht voor een tentje waar ze allemaal wafels en zoetigheid verkopen. En ik krijg hier echt heel veel honger van. Het is 7:30 en ik zit in de auto bij Tigo. Ik zou natuurlijk eigenlijk bij zijn vader eten. Maar die is er niet. En zijn moeder is alleen thuis. Dus Tigo heeft het eten in een bakkie gedaan. En dat ga ik nu bij Tigo's moeder eten. Ik ben gearriveerd at home. En dit is de sla die ik nu ga eten. Ik ben benieuwd of het lekker is. Wat is er? Oh. En er zitten hier weer een te zeuren. Wil je ook eten? Je hebt al eten op. Volgens mij heerst er iets aan mij waarom die gaat zeuren. Hij is gewend dat hij van mij eten krijgt, dat is het denk ik. Je hebt al eten op. Ja? Ik heb net lekker gegeten en ik weet niet wat ik heb. Maar ja, ik wou even laten zien wat ik net gegeten heb. Ik wou even vertellen dat ik eetbuien heb. Ja, links. Hè? Links in de hoek helemaal. Oh, ik wil kiezen. We gaan morgen naar de film en we gaan nu bepalen waar we heen gaan. Ik bedoel, hoe heet het die film nou? De Prodigy of zoiets. Een hokkenfilm. We gaan in Bergen op Zoom. Wacht even. Zo, we zitten volgens mij morgen alleen. Oh, je kan alleen hier zitten zeker? Ja, of vooraan, maar ik doe gewoon links in de hoek. Dit is niet vooraan. Nee, dat zijn wij niet. Dit zijn wij niet. Nee, maar... links in de hoek. Met hier kan je links zitten, dat doen we die wel. Ja, dat is de twin seat, die heb ik. We gaan zeg maar hier in de hoek zitten. Twin seat, dan zit je lekker naast elkaar. Om 9:30 morgen. Maar, dit is goed, hè? Ja. Ja. En jongens, kijk dan. Ja. Ik heb zoveel zere handen. Kijk dan, het is helemaal wondjes en zo. Maar er komen nog transactiekosten bij. Wat? 50 cent. Wow. Maar wat ik wilde zeggen, ik sta in de voorraad vast. Ik had zoveel zin in slecht eten. Dat is echt niet leuk. Ik voel me nu weer bad dat ik het op heb. Ik heb dit op. Zo'n heel ding. Er zitten 4 koekjes in. Ik heb net deze op. En ik heb een van deze op. Oh mijn god, ik schaam me echt dood. En ik had nog een snoepje op. En er zit nu... van die bami-hapjes en groentekroketten in. En ik heb nog steeds heel veel trek. Ik heb geen honger, maar ik heb gewoon zin in eten. En dat is zo erg. Normaal heb ik wel eens ongesteld, maar ik ben niet ongesteld nu. Dus dat is raar. Maar ik ga even verder editen. Daar was ik mee bezig namelijk. Ik heb jeuk aan mijn lijf. Weet je waar ik ook zin in heb? Ik ga het nu laten zien. Klik weg als je ook honger hebt. Kijk, mijn chips. Dat is ook lekker. Wat hebben we hier? Oh, studentenhaver. Nou, dat hou ik niet. Ik ga nu weer even kijken hoe het staat met de bami-hapjes. Ik denk dat die bijna klaar zijn. Ja. Hoe kan ik dat zien of ze goed zijn? Deze zijn nog wit. Ja, maar die blijven. Maar die moeten er gewoon wat langer in. Die blijven misschien uit. Ja, ik denk het wel. En als je er boter op doet, worden ze dan bruin. Nee. Dit zijn ze. Hij heeft al iets weg van pinda. Echt? Hij heeft van pinda gemaakt. Pinda. Oh, dat is wel grappig. Hij heeft hem nog nooit op. Nee, ik vind hem heel enthousiast. Oh. Nee, deze moet langer. Nee, serieus. Nu wil ik dat weer, hè? Kijk jongens. Hij wil eten, maar hij heeft al heel veel eten op. Ja. En nu ga ik weer reacties krijgen. Dan moet je hem eten geven, maar dan geef je hem de hele dag eten. Want hij houdt niet op. Kijk, hij gaat bijna in een bakje. Dit lust je niet. Nee, dat lust je niet. Gebruik maar. Nou, ja,
deugje bij ander jongen. Weet je niet meer zo lekker, want hij is pittig. Je zit alles op te eten. Ik heb er twee op, hè. Eén van deze en één van die hier. Dat heb ik twee. Ik heb er één. Maar ben niet twee. Nee, ik hoef mij twee. Nee, dat niet. Pittig. Ja, maar ik hoef niet alle drie. Jij wil er ook nog wel eentje, man. Hier is al mijn. Ga jij dan maar gewoon je brokjes eten? Dat is kakkenvoer. Dit is muizenvoer. Dat mag wel niet. I got the second. Je hoort maar een beetje in te gebroken. Nee, je vader doet natuurlijk wel wat moedjes zouten. Hey babe. Oh, wat erg. Volgens mij zit er een worm in me die alles opeet. Jongens, zoals jullie weten heb ik net flinke vreepuien gehad. En daar heb ik nu heel veel spijt van. Nu voel ik me rot. Maar ja, dat herkent waarschijnlijk iedereen. Ik ga in ieder geval nu even wat was in de wasmachine doen. Inclusief deze trui. Want er zitten vieze vlekken op. En daarna gaan we nog even Netflix, denk ik. We will see. Het is 10:50 en ik heb net even gedoucht. En ik dacht dat we nog Netflix gingen, maar Tigo wil geen Netflix meer en wil slapen. En ik heb net even mijn was in het droger gedaan. Dus morgenochtend kan ik het opvouwen. In ieder geval, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe je duimpje omhoog als je ook wel eens eetbuien hebt. Tigo, heb je ook wel eens eetbuien? Tuurlijk. En eigenlijk helemaal niet. Nee, niet zoals ik. Dat is vrouwenachtig. Ligt even oor. Hoezo is dat vrouwenachtig? Maar jongens moeten dat ook wel eens kunnen hebben. Ik hoop dat je er morgen weer bij bent. Doei. Take me on a trip, I'd like to go someday.